That was it. First race of the season. I don't think that's a bad start to... Ik kreeg een e-mail vanuit China van Black Arts Racing of ik daar wilde testrijden in de Formule Renault. Wij moeten helemaal naar China vliegen. Dus 4 dagen getest daar. En op de 4e dag het baanrecord daar neergezet. En ze rijdt daar al vanaf 2012. Dus toen wilden ze heel graag dat ik daar het seizoen kwam rijden. Dus daar inderdaad het seizoen gereden. En het weekend dat ik kampioen werd in de Formule Renault. Was het weekend daarop was de eerste wedstrijd van het Formule 3 kampioenschap in Azië. Dus een soort winterkampioenschap. Toen vroegen ze eigenlijk, wil je daar ook in de auto stappen en dan die wedstrijd gaan rijden? Maar ja, wij hadden maar onderbroeken gepakt voor 1 week. Dus uiteindelijk last minute toch besloten vanuit China doorgevlogen naar Maleisië. Voor de eerste ronde van het F3 Asian kampioenschap. En die ging boven verwachting goed. Van de 3 races had ik er 2 gewonnen. Dus toen stonden we ineens eerst in het kampioenschap. Ja, dan moeten we in het hele kampioenschap gaan rijden. Dus heel onverwachts, maar het pakt allemaal goed uit. Dus uiteindelijk het F3 kampioenschap in de pocket. Ja, je hoort toch wel verhalen van Azië, dat doet toch iets minder ronde, maar dat is zeker niet waar. Want eigenlijk als je kijkt naar de startopstelling die iedereen die meedeed. Jack Doohan, Red Bull rijder, deed mee. Nikita Mazepin heb in 2015 bij Force India in de Formule 1 auto getest. Die rijdt nu Formule 2, die deed ook mee. Jamie Chadwick, W-series kampioen. Pietro Fittipaldi deed ook mee, Haas Formule 1 testrijder. Tatiana Calderon rijdt ook al een paar jaar Formule 2, deed ook mee. Dus ja, het was zeker niet het minste veld die er mee reed. Ja, en Broekje uit Annapolona kwam even kijken. We hadden eigenlijk wel een beetje gehoopt dat er wat meer uit zou komen. Want je rijdt toch eigenlijk... tegen een hoop die in het Formule 1 opleidingsteam zitten. Red Bull, Haas, Williams, die er allemaal reden. Dan hopen we toch wel stiekem een klein beetje dat er misschien een Formule 1 team zou opstappen. Maar dat, na de kampioenschap is eigenlijk de hele corona uitgebroken. Dus we hebben nog geen e-mail gekregen van een Helmut Marko of iets. Omdat ik ook in Azië Formule Renault kampioen word, wordt het inschrijfgeld van de Eurocup in de Renault wordt betaald door Renault. En ik heb ook een testdag gewonnen daar, dus ik heb al 2 dagen op Paul Ricard gereden. Dat zat ik op droog weer in de top 5 en in de regen in de top 3. Dus Renault wil heel graag dat ik de kampioenschap kom rijden daar. Dus ze hebben wel in samenwerking met het team een goed aanbod gedaan. Zeker wel aantrekkelijk om dan de Eurocup te gaan rijden. Maar het blijft nog steeds wel een gat in het budget over. Wat gevuld moet worden om het hele kampioenschap daar te mogen rijden. Dus daar zijn we op dit moment nog naar op zoek om dat allemaal te voltooien en te volbrengen. Om de Eurocup te rijden. Dromen daarna. Renault heeft gezegd inderdaad, mocht ik daar kampioen worden, dan word ik opgenomen door het Formule 1 opleidingsprogramma van Renault. Dan kun je inderdaad stappen maken richting Formule 1 toe. Dus dat is op eerste instantie de planning. En voor de rest, alles in de motorsport. Ik hou alle opties open op dit moment. Dus DTM of zo. Of uiteindelijk het doel betaald coureur. Om daar een weg in te vinden.